Yo mis, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Ghosts live video hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Vandaag gaan we gewoon weer, omdat het kan, drie gun game potjes spelen. En hallo meneertje, kikkeboe, ik zit achter je, vriendje. Ah, wat ben je nou mee bezig? Jullie schieten, oh, vieze killstealer, wow yo. Ze zitten op elkaar te knallen, maar ze schoten volgens mij alles mis. Anyway, we moeten natuurlijk weer proberen om dit gun game potje zo snel mogelijk te gaan winnen. We spelen ongeveer drie gun game potjes achter elkaar. Dus vind je dat nou leuk, ram dan ook op die like knop. Want dan komt er misschien ook wel meer. Nee, gun game is een kicker game om te spelen. Dus er komt sowieso wel meer. En hier zit weer iemand op zijn campspot. Ah, knife die me. Oeh, lucky bastard ben ik ook. Ik moet bij de way eventjes nog mijn sensitivity wat hoger zetten, wacht. Er zit iemand naast me, man. Eén moment. Zo, dat is beter. Oké. We kunnen weer. Hallo, vriend. Oh, die gaat dood door de shotgun. Lekker. Kom eens tevoorschijn op je kernspot. Dankjewel. Het is zo voorspelbaar dat ze dat gaan doen, man. Het is wel grappig om te zien altijd, maar het is zo voorspelbaar gewoon. Als je gaat campen en je bent lekker aan het campen, blijf dan ook zitten op je kernspot. Want als je eruit komt lopen, dan staat waarschijnlijk zo iemand als ik op je te wachten. En dan ben je meteen weer... Oh, kutwapen. Ben je meteen weer dood. Het is een M14 natuurlijk. Het is niet echt het beste wapen dat je kan krijgen. Maar het is wel gewoon een lekker wapen om mee te schieten. Alleen, die marksman rifles zijn geïntroduceerd in Call of Duty Ghost. Alleen... Als ik heel eerlijk mag zeggen, gebruik ze eigenlijk nooit, jongen. Die marksman rifles. Ik vind ze gewoon niet chill genoeg om vaak te gebruiken. Maar joh, er stonden er veel te veel. Ik hoop dat die er nog staat. Dan kan ik hem nu zo door zijn kop heen knallen. Vriend, ben je er nog? Natuurlijk, waarom ook niet? Gewoon op dezelfde plek blijven staan, joh. Dat heeft vast heel veel... Ah, oh, kut, kastet. Vast heel veel effect. Direct impact, man. Geniaal om te krijgen. Dankjewel. Lekkere sniper in je kop. 3, 2, 1. Ah, oh, die had dus nog een shotgun. What? Hij is nu pas bij wapen nummer 2. Oh, die gaat ook snel dan. Holy shit. Hallo, vriend. Niet naar de kerstpot toe rennen, man. Want dan ga je dood. Kom maar. Dankjewel. Was ook voorspelbaar dat die vent naar me toe ging komen. En ja, dat is gewoon even logisch nadenken. Kijk, je weet dat iemand om dat hoekje staat. Dus wacht dan gewoon eventjes op hem. Of kom springend het hoekje om. Dat kan ook altijd. Springend het hoekje om komen is ook altijd wel handig. Want meestal schiet die persoon dan in één keer zo poeik, zo over je heen, weet je wel. Dus je hebt verschillende tactieken die je kan gebruiken. Maar ga niet zo recht op iemand afrennen als je ook weet dat die er zit. Want dan ga je namelijk gewoon keihard dood. Zoals die vent nu ook deed. Oh, oh, oh. Ik kon er niet tussen vallen, jongens. Wat? Oké, die vent gaat eraan. Wacht maar. Deze vent, die moet dood. Dankjewel. Er zit er nou eentje in mijn rug. Hallo? Oh, hij zat er dus wel, man. Kut. Ik hoorde al de hele tijd iemand lopen naast me. Ik dacht, er zit helemaal niemand naast me. Hij zat boven op die vrachtwagen. Dat had ik nog niet gekeken, hè. Leuk, maar zo'n aquascope manieus. En een mis. Kut, wacht. Wat? Nee. Wat? Waar ga je nou? Ik wil net zeggen, man. Ik weet niet waar die vent allemaal naartoe liep, maar... hij wilde eerst de ene kant op gaan, toen wilde de andere kant op gaan, toen liep hij daar, toen liep hij daar. What the fuck, waar ga je helemaal naartoe? En toen ging hij dood. Daar ging het op, daar kwam het op neer. Oh, ja, kut, zo die spannen daar, man. Het is altijd leuk als je een troonknife gooit, en terwijl je troonknife aan het vliegen is naar de enemy toe... Wordt die vent die je wil killen, wordt gekillstealed. Hoppatee, we hebben gewonnen. Let's go. Lekker eerste potje gespeeld. Ging niet echt heel erg snel. Hij had veel sneller gekund. Maar we spelen natuurlijk nog een tweede potje erachteraan. Dus die komt nu meteen erachteraan. Na deze mooie final killcam. Deze enemy. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar... Ja, hij zat op een andere enemy te schieten. Alleen volgens mij schoot hij alles mis. Maar tot en met game nummer 2. Alright boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. Het is natuurlijk nog een keer een gun game potje. Deze keer op de map Fright. Of heet hij... Ja, ik was even in de war met een andere Call of Duty, man. Ik dacht, Fright, klopt wel, oké. Op de Fright. En we staan alweer 2-0. Dus dit gaat lekker. Als we dit zo kunnen volhouden, vind ik het helemaal goed gaan, joh. Check ons gaan dan. Woep. Oh, in mijn rug. Kom je hier? Natuurlijk kom je daar, jongen. Waarom ook niet? Moet je vooral doen als je weet dat ik daar erg loop. Zo slim altijd. En dan spant er waarschijnlijk hier al ergens eentje. Span je hier. Natuurlijk, ik wist het. Dankjewel. Oké, andere kant weer op. Ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom je altijd van die kutscopes krijgt op die wapens, man. Chainsaw erbij. Oh, even gaan liggen. Kut, de rest van me zit er ook nog in. Wacht.
Links van me zit er ook nog een. Ik ben ingesloten. Jou heb ik. Is er nu nog een rechts van me? Kom je of niet? Hallo? Natuurlijk kom je. Wat een lul. Wat een lul. Wat een lul. Dankjewel voor de kill. Dankjewel. Er loopt er nog een. Er loopt er zelfs nog een. Holy shit. Het is hier druk. Andere kant weer op. Doei doei. Ah, had een head... Nee, hij had geen headshot. Wat? Hoe sterk is dat wapentje van die man? Holy shit. Pistools in het spel zijn best wel sterk. Als je ermee raakt schiet dan. Als je ermee... Uh-oh. Als je ermee misschiet heb je natuurlijk ook niet zoveel aan, maar... Oh, what the fuck? Hoe heb ik dit overleefd? Er zit er nog één hier. Ah, ze zaten overal, maar niet binnen zitten namelijk ook nog één. Kijk maar hier, daar lopen ze, jongen, met z'n tweeën. En er zit er zelfs nog één, joh. Oh, oh, dikke killsteal, maar joh. Lekker voor je, maat. Moest je me maar niet killstealen. Eigen schuld. Oké, okay, we moeten nog twee kills, man. We gaan echt hard in dit potje. Dankjewel. Laatste wapen, laatste wapen. Holy shit, dit gaat snel. Laatste wapen. Oep, oep, oh, ik heb hem al. Holy shit, dit potje ging snel. Zo speel je gun game, jongens. Wat voor ijscoren. 18 om 2 in een gun game potje. Holy shit, maar deze ging mis, hoor, deze droogknife. Ik gooi mis. Ik gooi. Nou ja, dit was game nummer 2. Tot en met game nummer 3, mensen. Tot zo. Alright, boys. Welkom bij natuurlijk het laatste potje game nummer 3. We spelen nu op de map Sovereign. We beginnen lekker met onze Akimbo wapentjes in onze hand. In deze map is het altijd de bedoeling dat je ongeveer naar dit gedeelte van de map toe loopt. In dit gedeelte van de map speelt meestal het gevecht zich af. En ik kan dus ook de meeste kills in op pakken. Ik wist dat hier iemand nog zou lopen, man. Ik weet nu niet meer. Uh-oh, dit wordt druk. Dit wordt een beetje te druk. In mijn rug zit er namelijk ook nog een. Fuck, draai om, draai om, draai om. Komt hij hier, sowieso. Vriend. Ik wilde net zeggen. Nu moet ik gaan opletten, want nu loopt ze echt overal. Nu loopt ze echt overal, ik zei het je. Wat, yo, ik had wel veel kills opgepakt daarom in dat kleine stukje, man. Awesome shit. Maar dat zeg ik dus. Je moet aan deze kant van de map blijven. Aan deze kant van de map. Pak je de meeste kills en de snelste de kills op. En je wil zo'n gun game potje natuurlijk zo snel mogelijk winnen. Dus ik zou zeggen, ga hier staan. Er spant hier niemand, dus ik ga de andere kant op. En maak je kills en win dat potje. Zo makkelijk is het. Oh, in één keer de kill. Wat? Met de kastet? Awesome. Dat is me nog nooit gelukt bijna. Kom jij nog terug of niet? Waar de fuck was die mee bezig? Hij ging gewoon in het hoekje staan en dacht, weet je, ik heb er schijt aan, joh. We gaan dan lekker campen. Maar ja, ik stond ernaast, vriend. Dus dat gaat je mooi niet lukken ook. Oh, prachtig om te zien dat die vent er gewoon ging staan, joh. Hij had overal schijt aan. Gewoon lekker in je hoekje gaan zitten, joh. Kut, komt-ie. In mijn rug. Waar is ze? Er loopt er nog wel, joh. Er loopt er volgens mij ook eentje under... Niet dus. Ik kan zeggen, er loopt er volgens mij ook eentje underground. Maar die loopt dus gewoon nog hier. Oh, hitmarker. Ah, jammer, 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 jammer. Die ene hitwalker was wel mooi, man. Zet natuurlijk hier ook een sluground op. Dat houdt in dat je gewoon zo ver als je wilt kan schieten. Alleen je krijgt natuurlijk wel hitmarks ermee. Dus dan moet je wel opletten. Headshot, dat is een one-shot will kill. Kut, zit er hier nog een ergens? Hallo? Ik weet niet precies waar, maar... Dankjewel. Daar was die dus. Ah, die schoot... Hij wist dat ik er stond, maar hij begon gewoon door de muur heen te schieten. Dat is natuurlijk een handige tactiek met zo'n wapentje. Want dat kan, hè? Dat kan in dit spel. Je kan er gewoon overal doorheen schieten. Dus weet je dat er iemand achter de muurtje staat. Spray er doorheen. Vooral als je gewoon genoeg ammo hebt. En je krijgt vanzelf de kill wel. Maar nu moet ik even opletten, want deze wapens hebben namelijk geen range. Dus als ik met deze wapens een kill wil krijgen, moet ik even dicht bij iemand staan zoals hem. En dan maak ik nog een headshot ermee ook. Nice. Dat wil je hebben, hè? Hé, vriend, waar ga jij naartoe? Weet je, zit je nou nog serieus bij het eerste wapen, of niet? Dat vind ik zielig. Hij was nog bij het eerste wapen. Dat vind ik zielig. Oh, nee. Oh, was hij echt nog bij het laatste wapen? Hij staat 0 op 7. Nee. Ah, dit vind ik zielig, man. Sorry. Sorry. Ah, ik had hem eigenlijk een kill moeten geven. Nou ja, maakt niet uit. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze gun game video. Als jullie hebben genoten, rammen natuurlijk op die like. We hebben weer lekker 3 potjes gespeeld. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen. Yeah.